Beurstips. Hartelijk welkom bij Beurstips op vrijdag 13 juni. De aandelen Heineken en Unilever gelden voor de Deutsche Bank als favoriet in de levensmiddelensector. En Nico Bakker, hoofdtechnische analyse van ABN AMRO, vindt ze er uitdagend bij liggen. Wat bedoel je met uitdagend? Spannend. Voor beleggers die kort op de bal spelen. Toch leuk in deze voetbalomgeving. Ja, precies. Zowel Heineken als Unilever spannend, uitdagend. Als je bereid bent om snel te schakelen. Risico te nemen en tevreden bent met een interessant kort fel ritje omhoog, dan zijn dit de fondsen. Dus het is niet direct dat je aansluit bij het advies van de Deutsche Bank? Voor middellange termijn doeleinden is het een fragiel beeld. En wil ik niet meteen zeggen van joh, stap massaal in en blijf lekker achteroverleunend kijken wat gaat gebeuren. Okay. Daar is het technische beeld te zwak voor. Wat mij opvalt, allebei dollargevoelige fondsen. En ook dat beide fondsen een flinke veer hebben gelaten in 2008. Ja, dat klopt. Niet alleen Heineken en Unilever, overigens meer fondsen. Die hebben in januari een enorme dip laten zien. Voor bijna alle fondsen wereldwijd geldt dat januari een hele zwarte maand was. Ja, precies. Alle uptrends gingen eraan en van daaruit zijn er wel wat herstelbewegingen geweest. En het aantrekkelijke van dan Heineken en Unilever is dat het herstel zich openbaart in de vorm van een trading range. Dus heel duidelijk aan de onderkant wat steun en aan de bovenkant ook duidelijk weerstand. Laten we eens een grafiek bijpakken. Ja. De grafiek van Heineken bijvoorbeeld. Min 20% dus dit jaar. Zijn we wel benieuwd. Je noemde het al, trading range was het kantelpunt. Ja, ik heb het op een grafiek aangegeven met een blauw vierkantje. Het speelveld is beperkt tot 35 euro aan de onderkant. En aan de bovenkant krap 39,30. Vanwaar de trading range? Een aantal malen heeft de markt aangetoond rond 35 euro steun te accepteren. En dat is vandaag de dag nog steeds het geval. Dus het worsteling rond 35, blijven we daar hangen, dan betekent het opnieuw een reële kans dat we kunnen aantrekken richting de bovenkant van die trading range. En dan praten we over niveautjes van 39. En dan zou je kunnen inspelen met aandelen? Met aandelen. Ik denk dat het slimmer is om iets in de turbo's te doen. De kenners van de turbo die weten dat dankzij het hefboom-effect dat je daarop wat sneller kan profiteren van korte bewegingen omhoog. Ik wil er wel met nadruk bij zeggen, het is een speculatief gebeuren op dit moment. Hè? Anders gezegd, er hoeft maar iets te gebeuren en we gaan door de 35 grens heen. Een slotkoers onder 35, dat betekent eindoefening voor Heineken. En wel degelijk de start van, en beter gezegd het vervolg van het negatieve sentiment. Dus je moet echt met de vingers aan de knoppen blijven zitten. Onder de 35, slotkoers onder 35. Jammer dan, verlies nemen en uitstappen. Oké, en we houden dan geen rekening verder met fundamentele dingen. Nee. Zoals InBev die Anheuser-Busch aan het overnemen is. Nee. Goed, gaan we gelijk naar Unilever. Wat opvalt is dat die grafiek er eigenlijk bijna hetzelfde uitziet. Ja, technisch in ieder geval dezelfde karakteristieken. Ja. Ook voor Unilever geldt in januari een flinke tik naar beneden. Trendlijnen die weggeslagen worden. En sindsdien vanaf 1990, rond het maar af op 20 euro, de opleving. En de opleving hield op, droogde op rond 22,30. Vervolgens weer een pootje omlaag. En nu zitten we voor de tweede keer rond die 1990. En dat duidt erop dat de markt in dit geval steun accepteert rond 1990. En dat de kant daardoor aanwezig is. Zeker voor de korte termijn dat de koers opnieuw terug kan naar de bovenkant van die trading range op 22,30. Ja, valt mij zo in één keer in. Ik zie die grafieken, ik hoor jou praten. Ik denk ook die voedingsmiddelensector, die geldt eigenlijk als defensief. Mm-hmm. Dat is niet te zien. Niet helemaal. Aan de andere kant, als je sectorgewijs bekijkt, laat ik even als voorbeeld nemen de financials. Die hebben natuurlijk een veel zwaardere draai om de oren gehad vanaf januari. Die zitten in een veel zwaarder en slechter weer. En dus wat dat betreft, relatief gezien, blijft de sector goed liggen. Dus dan komt dan toch dat defensieve karakter wel naar voren. Oké, ook hier aanpakken, eventueel met turbo's of opties. Ja. En jij hebt een voorkeur voor turbo's, waarom? Nou, nogmaals, omdat je inspeelt op korte termijn bewegingen. Wil je dus snel profiteren en relatief veel profiteren. En dan is een turbo interessant omdat daar die hefboom in zit. Ja. Ook voor Unilever, ik moet toch die waarschuwende opmerking erbij plaatsen. Koersvorming onder 1990, dat betekent dat de koers aan de onderkant de trading range verlaat. En dan, dat zet dan de weg open naar lagere niveaus. Dus ook hier geldt, omdat het een speculatief element in zich heeft, het is een speculatief beeld, vinger aan de pols, onder 1990, weg. Ja, en als je dan een turbo voor een van deze twee fondsen neemt, kort op de bal, dus vrij dicht onder die 1990 en vrij dicht onder die 35,10 euro.
Ja, om zo hoog mogelijke hefboom te pakken. Stop los die dichtbij ligt, hoge hefboom nemen. Maar ik zou niet te veel kijken naar de stop los op de turbo in dit geval. Ik zou kijken naar de koersvorming. Koersvorming onder 1990, dat betekent dat alles wat je gekocht hebt, dat ga je weer verkopen. Of het nou een turbo, een aandeel of optie is. Maar dan moet je niet meer met long posities zitten. Oké, dank voor je komst. Fijne wedstrijd. Alsjeblieft. Vragen, opmerkingen en reacties stuurt u naar ons e-mailadres redactie@ftv.nl. Blik alvast vooruit naar maandag. De markt wordt dan hier besproken door Wim Zwanenburg van De Groof Vermogensbeheer. Mede namens de collega's wens ik u een succesvolle beursdag en een prettig weekend.